Dit is een korte handleiding over de basisbegrippen die van toepassing zijn op de site van T4. De site is opgebouwd met een content management system, afgekort CMS. Een aantal basiszaken zijn van belang voor het moment dat wat content wordt toegevoegd. De site bestaat uit een voorkant en achterkant. De voorkant, daar kijken we nu naar. Dat is wat de gebruiker ziet. Er is nog een achterkant. Waar de site op zich geprogrammeerd is, hebben we nu niet zoveel mee te maken. Wij kunnen in feite alles aan de voorkant bedienen. Als we kijken naar de opbouw, dan zie je hier het blauwe gedeelte. Dat is daar staat de content, alle artikeltjes die wij plaatsen, wetenswaardigheden, activiteiten, dat soort dingen, komen hier te staan. Aan de linker en de rechterzijde hebben we een aantal modules, waar wij wat extra functionaliteit hebben aangebracht op de site. Aan de linkerkant main menu, dat is een module die zichtbaar is voor iedere bezoeker van onze site. Op het moment dat je ingelogd bent, dat zijn we nu, ontstaan er afhankelijk van de rechten die je hebt 1 of 2 extra menus. De user menu is zichtbaar voor alle leden, biedt ze wat extra functionaliteit, kunnen aanmelden op activiteiten, kunnen berichten zien die verstuurd zijn, ledenlijsten met privégegevens, dat soort dingen vind je daarin terug. Dan is er een groep auteurs aangemaakt. Dat zijn mensen die activiteiten kunnen toevoegen en die content kunnen toevoegen aan de site. Aan de rechterzijde ook een kolom met modules. Waar, waar we flitsen uit de content zijn gehaald, dus eigenlijk vanuit deze kant. En waar de activiteiten staan, dat soort zaken. Dan hebben we nog een vierde positie. En dat is deze bovenste, dat is de header. Daar staat op dit moment alleen het logo van T4. Hier kunnen we eventueel nog wat andere dingen laten verschijnen, mochten we dat willen. In de volgende handleiding zal ik ingaan op de verschillende opties die hier aan de linkerzijde zijn, hoe we dat kunnen toevoegen. Tot zover. Dat is eigenlijk het deel wat een gemiddelde bezoeker van de site te zien krijgt. Dat zijn de opties waar men uit kan kiezen. Op het moment dat je gaat inloggen, in de module die hieronder staat, dan krijg je wat extra functionaliteit. Afhankelijk van of je auteur bent of niet. De leden zien dit stukje. En de auteurs zien nog wat meer. Die zien hier wat wat opties voor het toevoegen van content bijvoorbeeld. Modules aan de rechterkant werken ongeveer op dezelfde manier. We laten hier een module nieuwsflits zien. Die haalt wat content naar voren heen, wat je kan zien. Er wordt